ga je winnen vandaag? Ja. Als de helft om ja te zeggen, ja. Je bent toch niet te moe na gisteren, want wat was dat met Victor Kampenaerts? Wat heeft hij jou aangedaan? Ja, hij heeft mij geflikt. Hè. Dus, hij heeft mij zot gemaakt om mee te springen in het begin. En eigenlijk wou we ook als ploeg wel iemand in de vlucht hebben vooraan. Maar ik weet niet wat daar aan lag, maar ik heb me in ieder geval serieus overdaan. En nadien heb ik een moeilijke dag beleefd. Ja, maar vandaag is het wel de bedoeling om mee te sprinten en te gaan voor die overwinning. Ja, misschien wel. Maar ik zeg het, het was eigenlijk niet van mijn gewoonte. Het was gisteren niet echt per se een keuze om vroeg te lossen. Het was gewoon echt omdat ik aan het afzien was. Dus dat ben ik niet echt gewoon dat ik zo afzie in de bergen. Dus ik wil eerst even voelen dat ik vandaag wel het goede gevoel terug heb. Want voor mij zijn vooral vrijdag tot en met zondag heel belangrijke dagen. En in de Tour moet ik ook de keuzes durven maken. Wouter, ziet er een rechte lijn eruit in een bocht? Ja, dat is een goede vraag. Hè. Interessante finale. Ik moet zeggen, zowel Turijn als hier is het vrij recht toe, recht aan richting de finish. Wat ik van moet zeggen dat een goede evolutie is. Niet te veel dorpjes of dat soort dingen. Maar volgens mij is het een kilometer rechtdoor, alvorens ze dan net na een flauwe bocht de finish te leggen, dat had niet gemoeid inderdaad. Is het gevaarlijk? Ja, dat zal de koers straks uitwijzen. Het hoeft niet per se gevaarlijk te zijn, maar in een bocht is het, ja, dan gaat het per definitie van lijn veranderen. Dat kan altijd wel gevaar meebrengen. Dankjewel.